kan je ook, als je heel veel honger hebt, dan kan je flauw vallen als je echt... Oh, zo, zo ranzig net. Het is nu ook denk ik aardige herrie op de achtergrond. Zo, het waait hard. Ik ben wat eerder de deur uitgegaan. Oh ja, en ik had trouwens nog iets meegenomen. Het is maandag. We zijn super op tijd. Echt, en ik had buikpijn. Ja, ze had net heel erg buikpijn, maar dat gaat nu wel beter. Alleen, ze heeft niet heel veel eetlust. Terwijl, ze moet zo naar school, dus ik wil wel dat ze goed ontbijt. Want anders... En dan moet ze ook gaan gymmen en dan moet ze veel energie hebben. Ja, daarom inderdaad, weet je. En als je dan niet ontbijt en dat je een pauzehap hebt, dan ga je ook niet echt lekker voelen als je niet gegeten hebt. Ja, maar gelijk na gym ga ik... Gelijk. Ga je nu dan gelijk pauze? Maar toch, als je niet gegeten hebt en je moet gymmen, kan je echt wel vervelend doorvoelen. Dan kan je ook, als je heel veel honger hebt, dan kan je flauw vallen als je echt... Ja, daar heeft Mila wel gelijk in. Dan zou je kunnen flauw vallen. Ik ga een hok tekenen dadelijk. Dan moet je wel echt opschieten, want anders moeten we al de deur uit. Is het even goed, Happa? Meiden zitten op school. Ja. Ik moet even boodschap doen. Het is echt trouwens... Ik zie het ook helemaal mascara en eyeliner onder mijn ogen. Het is echt zo'n velende miserstorm, zeg maar. Dus het is op zich niet heel velend dat je die grote druppels in je ogen krijgt. Dus je kan er gewoon prima doorheen lopen. Alleen je make-up loopt dus heel vanuit. En ik haat waterproof mascara. Ik heb het daar niet mee. Dat zou dat probleem oplossen. Maar ik vind dat zo'n drama om het eraf te halen. En je hebt daar speciale reiniging voor, maar daar gaat mijn huid van irriteren. Dus ja, dat vind ik gewoon niet prettig. Dus ik wil altijd gewoon een normale. Ik deed het heel af en toe als we echt voor een dagje strand of zo. Als je wel, zeg maar, een gezellig dagje strand en eten en noem maar op. Dat ik dan waterproof deed, maar liever niet. Dus ja... even snel wat te eten halen. Ik kan ook niet te veel meenemen, want de koelkast staat nog best wel vol drinken en zo. En de vriezer ligt ook nog veel in, maar toch even voor 2 dagen vast nog wat kopen. Dus ja, sommige mensen. We hebben een straat waar je niet tegelijk door kan, daar mag parkeerde auto's. En dan ga je netjes opzij en dan krijg je zo'n muil. En dan is Mel nog een subtiel woord. Ja. Ach, ze zal wel een rot leven hebben. Oh, zo, zo ranzig net. Het is nu ook denk ik aardige herrie op de achtergrond. Maar ik ging mijn boodschappen dus opruimen. En de la van de groenten in de koelkast, die werd aardig leeg. Dus ik dacht, die dingen erin. Toen dacht ik, het zit hierin. Dus ik kijk. Was er dus een komkommer geklapt. Nou, één smurrie. Echt. Dus ik had hem al een paar keer omgespoeld en buiten leeg gegooid. En toen dacht ik, gooi hem in de vaatwasser. Want anders ben je zo'n eeuw bezig met doekjes en alles. En de vaatwasser die spoelt hem gelijk schoon. Hij paste er ook gelijk in. Dus die staat nu denk ik echt op 20 minuten te draaien. Want ik heb gelijk in de koelkast alles eruit gehad. Al die spullen schoongemaakt. Wat een smerige bende echt. Maar goed, ik ben net ook nog langs de kruidvat geweest. Want ik heb altijd moeite met de overgoed schoon te krijgen. En ik zit in een Facebookgroep met allemaal woontips, inrichting, alles. En daar vroeg iemand ernaar. En echt, nou, meer dan de helft van de reacties zei iets over deze spray van de kruidvat. Bijna iedereen was daar dus laaiend enthousiast over. Dus... die heb ik ook maar gehaald. En hij kost echt 2 euro. Dus dat is echt niks. Even kijken. Hoe lang die... Hier staat 30 minuten inwerken. Maar ik hoor iedereen dat ze me een nacht laten inwerken. Maar ik denk dat ik het dan toch eerst even met 30 minuten ga proberen. Kijken hoe het werkt. Ja, hier zie je, dit zit echt gewoon voornamelijk ingebrand. Ja, ik kan wel weer een doekje gebruiken nu. Maar het meeste verkleuring... zitten in, dus ik ga me insprayen, kijken wat dat doet zo.
ging net nog even lezen en ik moest de oven voorverwarmen. Heb ik gedaan. Toen heb ik hem gespoten en in laten werken schoongemaakt. Ik zie wel iets verschil, maar niet genoeg. Maar ik had natuurlijk overal gelezen, laat het de nacht in werken. Dus dat ga ik doen als ik er vanavond aan denk. Kijk, je ziet wel een heel verschil. Maar die verkleuring die erin zit, die is er dus niet helemaal uit. Dus dat moet ik nog proberen. Zo, het waait hard. Ik ben wat eerder de deur uitgegaan. Want ik heb een hele tas met oude woordenboeken en zo. Dan ga ik even naar een boekenkastje brengen. Want ik ga het van weggooien. En zo kon ik precies mooi doorlopen naar school. En dan is het maar een kleine omweg nu voor mij. Dus dat scheelt. Ah, wat zijn jullie lief aan het kleuren. Deze dames hebben zo goed doorgegeten. Ik was super trots. Ze hebben heel veel tijd om nu mooi te tekenen. En over onze zebra. Ga maar. Goed zo. Goed gekeken of ze wel stoppen. Yay! Ik ben echt een verzopen kat. Het is gewoon niet leuk meer. We gingen de deur uit en het miezerde heel zacht, net als vanochtend. En toen waren we net overgestoken over de zebra. Nou, het ging van god los, niet leuk meer. Dus helemaal doorweekt, ik kon mijn broek uitwringen en mijn jas lekt. Het is gewoon niet leuk meer. Dus mijn jas hangt te drogen. Ik heb ook echt gewoon maar even een joggingsbroek aangedaan. En ik zeg vanochtend nog tegen mijn Shinka dat ik dat echt nooit doe, een joggingsbroek aan. Maar goed, normaal ben ik ook niet helemaal doorweekt. Dan neem ik een paraplu mee. En dat scheelt ook op je broeken ook, maar helaas. Oh ja, en ik had trouwens nog iets meegenomen. Dit boek lag in het boekenkastje en ik vond die titel zo grappig. Dus die heb ik voor Sarah mee teruggenomen. Oké, droge outfit, droge jas. En weer naar school en nu schijnt zonnetje. Echt, hoe dan? Maar goed. Ga dadelijk hoe dingen nog met Sarah doen. Ik heb er echt zin in. Zo leuk. Ik vertel er zo meer over. Sarah is weer thuis. Ja, die zou je even weg moeten leggen, dame. Ik heb een hele leuke telefoon. Ja. Daar heb ik een smiley op geplakt. Het is een liedje horen. Nou, één keer. Nou hoop ik niet dat ik een claim krijg voor deze muziek. Maar dan praat ik er lekker doorheen. Vertel eens wat we gaan doen. We gaan voorbereiden. Ja. Sarah die heeft over precies 2 weken. Zet hem maar uit nu, schat. Want anders gaat hij wel heel lang door. Heeft ze een spreekbeurt. En we gaan even de eerste plaatjes en info nu opzoeken. Ze weet al aardig wat over het onderwerp. En dan hebben we in ieder geval de plaatjes. Want ze gaat of met mijn moeder of met mijn broertje, want die hebben PowerPoint. Gaat ze het PowerPoint gedeelte daarna maken. Ze moeten even plannen wanneer dat gaat worden. Maar waarom moet ik het doen met hun? Nou, want het is jouw spreekbeurt. En ik had ook nog met Sarah een idee. En dat oefenen we dan hier. En dan heeft ze de eerste spreekbeurt gewoon over 2 weken. Ik vind het zo cool. En nu tijd voor Hutspot. Met Slavink, lekker Hollands. Sarah ligt op bed. Marco ligt in bad. En ik ben even alleen beneden. Oh, dit is trouwens zo schattig. Sarah is de spreekbeurt aan het voorbereiden. En we hebben vandaag informatie en plaatjes opgezocht. En toen heb ik gezegd dat ze deze even moest maken. En dit is dus een lijst eigenlijk met vragen over de spreekbeurt. En dan eigenlijk daarmee de punten die ze wil vertellen. Dus die heeft ze gemaakt. En dan morgen stap 2, dan mag ze eigenlijk de punten gaan organiseren. Welke vragen horen bij elkaar? Want ik heb de vragen op laten schrijven. Welke horen eigenlijk bij elkaar tot 1 grote vraag? Want eigenlijk krijg je een soort hoofdstukken. En dan na laten denken over in welke volgorde die dan het beste geplaatst kunnen worden. Maar je kan wel allemaal gevolgen vertellen, maar je moet eerst uitleggen waar je het over hebt natuurlijk. Morgen hebben we iets minder tijd, dus dat is even een kleinere stap. Dus we gaan denk ik elke dag even een klein stukje aan de spreekbeurt doen. En zaterdag gaat ze met mijn broertje beginnen met een PowerPoint-presentatie erbij maken. Dat hebben we afgesproken nu. En de zaterdag daarna hebben we als backup staan. Als het nog niet af is of als er toch nog dingen aangepast moeten worden of wat dan ook, dan staat die afspraak sowieso. En dan die maandag daarna is ze de eerste spreekbeurt. Echt zo schattig. Ik vind het zo leuk.
Alleen dan wil je zo graag gewoon die vlieg aan de muur kunnen zijn. Die even ziet wat er allemaal gebeurt en hoe het gaat en alles. En oh, ik vind het zo erg dat ze zulke dingen in haar leven, mijlpalen, meemaakt. En dat je daar dan geen deel van uitmaakt. Ik heb net nog even lekker Velvet gekeken. En nu is het tijd om op tijd naar bed te gaan. Dus ik wil de vlog nog even afsluiten. Vergeet natuurlijk niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik hieronder even op abonneren. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!